Het is inderdaad heugelijk nieuws. En denk ook dat dit een mijpaal gaat zijn. En we weten allemaal wat we allemaal tegenaan doen. En dat is nog niet allemaal en zelfs ver van optimaal, zeg maar. En dat is ook in die tussenjaren ik best nog wel wat wetgeving al genomen. Je denkt verder van huis af als dichterbij. En daar is ook een aantal reacties op gekomen natuurlijk. En ook onderzoek nog gedaan. En dan gaan ze maar verder. En dan is dat toch ook veel er zelf moeten vaststaan dat het inderdaad niet goed gaat. Ja, dat nou zoveel te zeggen over het kabinet. En dat gaat allemaal niet en het lukt allemaal niet in Den Haag. Maar er is nu toch wel een doorbraak gekomen voor jullie. Ja, ja. En wat gaat er nou? Daarmee is dan natuurlijk een aantal best lang over deze strategie gesproken natuurlijk. Met belangenorganisaties, met mensen met beperking, met de overheden en met de VNG en gewoon zo maar verder. En uiteindelijk is het nou dan toch zover dat we inderdaad zo'n nationale strategie hebben. Ja. En ze hebben er toch voor gekozen om hem nu toch al naar de Kamer te sturen. Ondanks dat ze tegen mensen naar zijn. Omdat de tijd ook best wel dringt. Ja, maar een strategie is natuurlijk één. Maar het uitvoeren, dat is nog wel een andere stap natuurlijk. Hè? Dat is nog een heel andere stap. En gelukkig staat in de strategie dat ik een aantal zaken over in, zeg maar. Het is wel nog een behoorlijk tijdspad, moet ik zeggen. En daar gaan we ook wel nog een en ander van winnen. Want ja, het komt best nog nieuw natuurlijk. Over hoe lang is de periode waarin het nu moet gaan lopen? In principe zou de samenleving inclusief moeten zijn in 2040. 2040, oké. Okay. Dat is nog een eindje, niet? Dat is nog een eindje, ja. Dus, maar ja, er is nog veel te winnen natuurlijk in die tijd. Ja, 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 zeer zeker. Zeer zeker. Want het is ook niet helemaal raar natuurlijk. Hè? Want je gaat niet op 2 dagen de wet eens even aanpassen. Nee, nee, dat klopt. Maar dit is allemaal een beetje gebaseerd op een motie van Lucille Werner. Die is natuurlijk ook... En Michel Westerveld. Ja, dat klopt. Maar die dateert al vanuit 2022. Die is destijds bijna unaniem aangenomen. En nu is daar eindelijk iets uit op papier gekomen. Ja, ja. En dat klinkt inderdaad, dus goed dat je dat ook aangeeft. Eindelijk iets op papier gekomen, maar het is ook niet zomaar even een ding, zeg maar. Want als je het document ook verder gaat lezen en je gaat erop verdiepen, dan snap je ook wel dat het niks niet op een paar dagen kan, zeg maar. Want wat je nou gaat zien is dat je eigenlijk de volledige wetgeving in Nederland op zijn kop gaat zetten. Ja. En daar kun je niet even binnen een paar dagen een paar afspraken over maken en dan daar in een plan gieten, zeg maar. Dat is ook niet reëel, zeg maar. Want dus, wat moet daarvoor... Het zijn 2 miljoen mensen ongeveer, hè, die hierdoor wettelijk dan beter gesteund zullen worden. Wat moet daar dan wettelijk voor veranderen? Nou, best heel veel. Op alle levensdomeinen heb je wetgeving zitten. Dus dan moet je denken op arbeid, dan moet je denken aan onderwijs, dan moet je denken aan zorg. Dan moet je denken aan openbaar vervoer. Dan moet je denken aan algemene toegankelijkheid, zeg maar. En zo kan ik nog maar even deur gaan. Maar dus, jij bent natuurlijk een man, die spreken we vaker als het gaat om arbeidsdingetjes. Dus op het gebied van arbeid, om welke wetten moet ik dan bijvoorbeeld denken? Dat zijn er een aantal natuurlijk. Dat is heel veel participatiewet natuurlijk. Ja. Maar dat is ook armoedebeleid. Maar daar zit ook een aantal zaken in natuurlijk. En dat is ook weer een stuk wetgeving op zichzelf. En dat er nou ook steeds meer in beeld zal komen, is de participatiewet in balans. Dat heeft natuurlijk te maken met die misstanden die bijvoorbeeld plaatsgevonden met de toeslagenaffaire. Dus die materie, zeg maar, dat zit dan weer in de participatiewet zit in balans, zeg maar. Maar wat heeft dat dan te maken met de gehandicaptengroep? Nou, er zitten natuurlijk ook heel veel mensen met beperking die daar ook last van hebben natuurlijk. Die zijn er ook slachtoffer van natuurlijk. Ja, maar hoezo moet het dan nu veranderen? Zodat die worden dan nu eraan toegevoegd als het ware in de wet? Nee, je moet dat breder zien. Dus meestal is het zo, als er problemen zijn, is de praktijk nogal eens zo dat er meer mensen met beperking er last mee hebben dan gemiddeld ten opzichte van de rest van Nederland, zeg maar. Ja. En daarmee zitten in die probleemgebieden, zeg maar, om het even zo te noemen, in verhouding meer mensen met beperking er slachtoffer van zijn. En daarmee is dat extra belangrijk dat die mensen met beperking door hun beperkingen daar extra in ondersteund moeten gaan worden, snap je?
Ja, ja, dus het komt in ieder geval nu echt in een wet, zou het dan getekend worden. Maar is het daarmee ook niet belangrijk, ook een beetje voor het gevoel, zeg maar. Het is zo'n grote groep die vaak toch het idee heeft dat ze een beetje vergeten worden, dat beeld eindelijk een beetje kan verdwijnen. Ja, dat is een van de onderdelen dat er ook in staat natuurlijk. Het respecteren, discriminatie voorkomen, volwaardig zien. Ze het niet meer vergeten, ze serieus nemen door echt met ze in gesprek te gaan. En niet op het eind van de rit, maar ook tijdens het ontwikkelen, het uitvoeren ervan en gaan ze maar door, zeg maar. Dat zit daar ook in namelijk. Ja, maar dat is natuurlijk ook het gevaar, want nu heb je dan zo'n strategie. Die staat dan op papier, maar nu moet het nog even uitgevoerd worden. En dan krijgt die hele grote groep natuurlijk toch al snel weer het idee, als ze dan over een jaar bijvoorbeeld nog niks is gebeurd, van ja, het gebeurt weer, we worden weer vergeten. Ja, als ik dat allemaal zo zie, dan heb ik wel het idee dat ze het nou wel serieus gaan oppakken. Maar, dan heb ik nog een andere kant, ze hebben nou ook niet zoveel keus niet meer om het niet te doen. Want 15 augustus... zijn eigen mondeling moeten gaan verantwoorden in Genève, zeg maar, over de stand van zaken aangaande het VN-verdrag.